We staan hier op de MIPIM naast Anne-Lou de Groot. Zij is verantwoordelijk voor de groei van IWG in West-Europa. Anne-Lou, welkom. Dank je. Ja, we zijn hier op een beurs. Het zou eigenlijk een hele vrolijke aangelegenheid moeten zijn, maar je hebt zojuist heftig nieuws binnengekregen. Ja. Ja, en voor mij is alles dubbel. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik word al wakker met een steen. En soms word ik 's nachts wakker en dan check ik toch even het nieuws. Het zijn echt ongekende tijden. We dachten dat met corona, maar dit is nog veel erger. Ja. En we hebben net foto's binnengekregen van ons Regis Center in Kiev, wat gebombardeerd is. Zo. En toen ik dat zag, gaat helemaal de lol eraf. Ja. Ja. Zijn er slachtoffers bijgevallen? Er zijn voor zover wij weten, geen slachtoffers in ieder geval in ons center bijgevallen. Wij hebben in het begin van de oorlog meteen onze mensen daar weggehaald. Ja. Als zij wilden evacueren naar een ander land, dan hebben we ze daarbij geholpen. Mm-hmm. En we hebben ook onze klanten geholpen om te relokeren naar andere locaties als ze dat wilden over de wereld. Ja, ja, ja. Jullie zitten ook in Rusland. Wat voor gevolgen heeft het voor jullie activiteit in Rusland? Ja, dus wij hebben 9 locaties in Rusland. En ook al een 2-tal weken geleden hebben wij besloten om ze terug te trekken uit Rusland. We doen meer hoor. We hebben ook voor gezorgd dat wij ook onze Russische medewerkers zijn nu al... En het zoeken, niet allemaal. Er zijn een aantal die weg willen. En ook hen helpen we om nu al weg te gaan uit Rusland. En ze te werk te stellen in een land waar we ook zitten. En waar zij graag naartoe willen. Ja, ja, dus Russen willen inderdaad ook gewoon hun land uit. Zeg maar, net als de Oekraïners. Ja, zeker niet allemaal. Maar ja. Er zijn een aantal die ons gevraagd hebben. Is dat mogelijk? En daar hebben we ze bij geholpen. Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, op termijn de beslissing is genomen. Dus we zijn per direct gestopt met investeren in Rusland. En daar waar je korte huurcontracten hebt, gaat het sneller. Waar je lange huurcontracten hebt, dan zijn we in gesprek. Maar we gaan stoppen in Rusland. En hebben jullie contact met medewerkers in Oekraïne? Zeker. Wat zijn de verhalen die je hoort? Ja, ik heb... Het is net, wanneer is het? Een kwartier geleden dat dit is gebeurd. Dus ik heb nu even geen nieuws over het meest actuele. Ja. Wat wij ook doen is de buurlanden om Oekraïne heen... Alle medewerkers daar hebben inzamelingenacties gehouden voor Oekraïne en naar de grens gebracht. Dus we hebben heel nauw contact met onze medewerkers en we helpen ze waar we kunnen. Ja. Wat denk je dat dit op de lange termijn voor gevolgen zal hebben voor Oekraïne? Ja, dat weet niemand. Het is, dat hoor je in elke talkshow van joh, wat gaat er gebeuren? En er is één gek die dit regisseert. Ja. En die ene gek kan alles doen, dus daar durf ik me niet aan te wagen. Nee. Okay. Dankjewel, Anne-Lou, voor dit gesprek. Graag gedaan.